Dus als je maar met die rollatertje door moet, hè, kom ze dit tegen. Maar het kan zien dat we binnen 0 en 11 minuten gestraft werden. Opgeslept. O jee. Ja, maar dan denk ik bij mezelf, dan maakt ze dit kenbaar. Ik denk dat ze er gruuts op zien. Maar ze wonen niet in Maastricht. August. Allemaal dingen die leuk zijn om uit te vogelen. Sticht de auto in de gaten. Hallo. Dag mevrouw! Ja, vertel het eens. Nou, kent je het programma Óngerwaeg van L1 toevallig? Nee. Kent je niet? Nee. Kijk je nooit naar L1? Ik heb mijn streek opstoren. Kijk. Ja, zeker. Want, nou snap je, want hij woont in Maastricht en Neren. Ja, dat klopt. Ja. En daar zit geen gruts op. Ja, tuurlijk, van wat niet. Nou, maar dan denk ik bij mezelf, waarom woont je niet in Maastricht, maar in Berg en Terblijt? Maastricht is de deur van te wonen. Okay. Op een leuke locatie. Ah, oké. Okay. Okay. Dat vind ik niet tenminste. Zal ik ook jullie even uitleggen wie we zien dan? Ja, van alle einden maar gewoon. Kijk, maar we maken een programma, dat heet Óngerwaeg. Dan rijden we alleen provies door de provincie. En als we ergens gaan zien waarvan we denken van, hé, dat is interessant. Dan proberen we met de lui in gesprek te gaan. En ik zie er door alweer een aantal stoom. Je hebt een vuurliefde voor... Wajangpoppen. Ja. Mag ik vragen waar die liefde vanaf komt? Die liefde komt eigenlijk vanaf dat het... Hoe moet ik het zeggen? Deze poppenspul. Ja. Maar dan helemaal met eigenlijk heel Nederland bij elkaar. En ik doe een lot. Alleen zitten daar sprookjesfiguren, mythes en legendes zien het. Dus ja. Maar wie ze doen, dat is echt menselijk hier. Ja. Wie ze de poppen laten bewegen bedoelt je? Of de sprookjes en de legendes? Ja, dat ze zich onzichtbaar kunnen maken, of heel goed, of heel klein. Kunnen bruggen bouwen van een apenleger. En daar kan iedereen overheen, dus dat zien dus de mythes, legendes. Maar gedrag is hetzelfde. Wanneer is dat begonnen? Och, weet niet. Ik denk zeker 15 jaar terug. 15? Ja. Ik heb dat dus ook zeg maar verschillende boeken van gelezen. Dus iedereen heeft toch echt een naam en een functie. Dus dat is gewoon... Ja, een land, maar dan is het dus Java, West-Java voornamelijk. En hoeveel figuren met een eigen naam zien er? Oh, ik heb ze lang nog niet allemaal. Nee? Nee, maar dat gaat toch niet, is toest klein voor. Ja, ja, is echt... Dus telefoonbeheerder. Oh. Oh, hallo! Ja. We zien zo weg hier. Ja. Oh. Dus misschien dat je terug kunt bellen, dadelijk. Hoe? Misschien dat je dan dadelijk terug kunt bellen. Mijn hield wel even aan de lijn dus. Wie is, want er staat Ru August Kerl. Wie is dat? Dat komt uit Frankrijk. Van de Rommelmarkt. Oh. Dat is een straat. Een Ru. Ja. Maar August, dat was een goeie kerel? Geen idee. We vinden het gewoon leuk. Ja. Verring gewoon nog een. Je hoopt dat als we niet goed kijken, dat we weggeslijpt werden. Ja. Zo gaat het, ja. Ja, nee, we hadden de auto goed in de gaten. Ja. Maar heb je altijd al geerdingen verzameld? Ja. Ja? Ja. Ik ben eigenlijk in de rommelmarkt. Heerlijk. Dus, want je zei Frankrijk, dus ook de vide greniers en zo in Frankrijk, die rommelmarkten. Vind je leuk? Ja, zeker. Ja, ook in Italië, dat zien just de anderen tegen hij. Ja. Ja, dat is... Nou zie ik toch ook een prachtige collage hangen van carnaval 2007. Ja. Ziet je een echte carnavalsmens ook? Ja, samen met mijn zusters. En hoeveel zusters heb je? Ja, ik heb er 6, maar dat zien we wel weer. Je hebt 6 zusters? Ja, zeg maar dat ze terugbelt even. Oh. Ja. Heb je ook nog broers? Helaas nog maar één. Oh. Dan gaat dat rij. Dus dan word je met 10 kindertoes? Ja. Wow. Ja, ik vind het nog altijd dat ik er eigenlijk best dankbaar in ben. Ja, waarom niet? Ja. Altijd een heel goed contact samen. Ja. Was het gezellig thuis vroeger? Ja. De ups en de downs, hè? Ja. Maar mij ups. Gewoon een beetje bij elkaar. Als broers en zusters hebben ze toch heel veel steun aan elkaar. Ja. Kunnen heel veel samen delen. Nog steeds? Nog steeds, ja. Hoor. Ik denk dat dat een van mijn zusters is. Ja. Nee, dat... Maar goed, je nog steeds op paard met carnaval? Dit jaar niet, maar andere jaren wel. Okay. 3 dagen in Maastricht. En waarom zit je dit jaar niet gegaan? Ja, waarom? Ik zat met kleine probleempjes. Okay. Lichamelijke probleempjes. Dus. Je hoeft niks te zeggen wat je niet wilt. Nee. Maar vroeger... Grap het maar. Hé, maar... ziet je echt in de stad opgegroeid? Nee. Mijn man wel. Okay. Die woonde in de Neustraat. En jij? En ik woonde in Itteren. Ah. Ja, we zien toch al jaren Maastricht. Ook schoon, Itteren. Maar nee, ik heb altijd met plezier gewoond. Oké. Okay. Ja, zonder meer. Het is een dorp dat nog met elkaar bezig was, toen het die. Ja. Hey, en sliep je ook met Mier op één kamer vroeger? Maar zeker weten. Ja? Ja. Met 10 kinderen kent ze niet anders. Hè. Ja, of dan moest een heel groot hoes hebben. Het hoes? Mijn jongste broer woont nog in het hoes. Oh, wat leuk. Ja. En als je het nu ziet, denk ik, wie heeft dat met de 10 kunnen wonen? Ja. Maar wees je... Ja. In die tijd, toen was eigenlijk het hoes goed ten opzichte van andere gezinnen. Oké. Okay. Dus jij hebt geen hongerige leven vroeger? Nee. Eigen tuin, groentetuin. Pa, ma, verzorgde de tuin. Alles stond er binnen, dus alles wordt ingemaakt. Ja. Zelfs alle varken, met laten slachten. Ja. Ja. En dat wordt ingemaakt? Dat wordt... Huidvlees, balkenprei, ja, ga zo maar door. Ja. Daarvan ben ik niet slecht. Nee. Met wie sliep je op één kamer? Met 3 in een bed en dan een zusje in een eenpersoonsbed en dan nog een zusje in een klein beddeke. Met 5 op één kamer? Oh, wie? En later niet meer. Dat is dus echt de jongjaren geweest, de jeugd. Oh. Tot 13, denk ik. En jij wordt een van de 3 die in een bed slepen? Ja. Nooit koude vuit gaat, denk ik. Nee. Gaat nee. Nee. Maar ik vind het super goed. Ja. Oh, wat een mooi verhaal. Ja, ik vind het tegen de doorsnee van die tijd was. Ja, maar 3 mannen niet in bed heb ik nog nooit gehoord. En ik heb al veel maar gehoord. Wel, ja, zou ze het nu niet twijfelen meer. En door met 3 man in? Ja, verborgen klein. Ja, maar even goed. Ja. Ja, het zal wel zien geweest. 5, 6, 7. Ja. Tot 9 denk ik. En dan kreeg ze s'nachts wel een keer een arm in het gezicht. Nou, ik denk dat ik vast genoeg sliep om dat niet te voelen. Nee, dat is gewoon... De wet is niet beter. Nee, zonder meer de wet is niet maar je kijkt er met plezier op terug? Ja. Ja. Zonder meer. Mooi. Ja, we vertelden elkaar sprookjes. Ja. We hielden elkaar bezig in bed, hè. We moesten wel op naar bed allemaal. Leuk, leuk, ja. Leuk.